voor wie je gebeden hebt, waar je zou moeten, wat er gebeurde. Nou, als eerste mijn vrouw en die had pijn in haar maag. En het duurde heel lang voordat ze de pijn zeg maar helemaal weg was van haar. En we hebben iets van 6 keer voor haar gebeden en toen was het eindelijk weg. En toen was ze volgens mij wel heel blij. Ja. Er was ook een mevrouw die had last van haar knie. En daarvoor, toen ik mijn hand op haar knie heb gelegd, toen het werd iets beter en ze kreeg opeens kippenvel. Ja. Er was ook een mevrouw, daar hebben we nog mee gesproken en die was echt heel erg open. En die gaf ook op een gegeven moment aan dat ze jarenlang in de kerk had gezeten, maar nu eigenlijk niet meer naar de kerk ging. Maar dat ze eigenlijk nu wel op zoek was naar een soort klein groepje waar ze mee kon samenkomen. En het bijzondere is dat wij een tijdje geleden, ik denk 2,5 week geleden, zijn wij een huisgroepje begonnen. En met mensen die bij ons komen, dus ik heb haar voor uitgenodigd. Ze was heel open en ze zei van nou, ik ga contact met jullie opnemen om daar misschien ook bij te komen. Dus dat was wel een hele bijzondere ontmoeting. En toen kwamen we nog een, weet je nog, die man op het midden van het plein, die vroeg niet per se om genezing, maar die vroeg om eten. En toen, want dit was denk ik een hele arme man, en toen hebben we hem uiteindelijk meegenomen naar de Kentucky, want hij wilde Kentucky eten. Toen hebben we eten voor hem gekocht, omdat ook de Heer Jezus in de Bijbel ook zegt van als iemand geen eten heeft en die vraagt om eten, geef hem dan ook eten. Want je kan niet zeggen van ga naar huis en voed jezelf. Of als iemand geen kleding heeft, ga naar huis en kleed jezelf. Maar je moet volgens mij ook, wij als discipelen moeten ook daarin ook het voorbeeld geven om mensen ook eten te geven. En toen hebben we ook nog even gewoon echt aan hem gezegd van als je problemen hebt, als je echt hulp nodig hebt, ga dan naar Jezus toe en bid Jezus of hij jou wil helpen. En dat, ja, toen zei hij ook van ja, doe ik. En even kijken hoor, wie kwamen we toen tegen? Oh ja, toen kwamen we ook nog een groep met meisjes tegen. Ja, we liepen met de kinderwagen met Juda en toen zei Sherina. Die zei in één keer van, oh, dus laten we naar die groep meiden gaan. En toen zeiden we, ja, we gaan. Toen zei je, oh, nee, nou, daar heb ik wat gezegd. Want daar gingen we uiteindelijk naartoe. Ja, vertel maar. Die had opeens dus heel veel pijn in haar heup. En toen... Dat is al heel lang. Had ze al bijna 2 jaar. Ja, zoiets. En toen... Toen heeft Annemarie gebeden. En toen keek ze opeens een beetje nieuwsgierig van... En toen Waar is het? En toen was hij die keer opeens... Ja, ze was echt aan het zoeken naar de pijn, dus ze kon het niet meer vinden. En toen ook nog een ander meisje die naast haar zat, die had soms last van een van haar borsten. We hadden ook voor gebeden en die ervaren niet direct iets. Maar het was wel echt heel krachtig, want er zat echt een hele groep meiden en die vrouw die had heel lang last van haar heup. En het was 1 keer bidden en ze zat echt van, hé? En die meiden ook lachen van, ja, je maakt een grapje, weet je wel. Maar ze zei echt van, ik voel het gewoon niet meer, het is gewoon weg. Ja. Dus nou, toen hebben we ook echt verteld over Jezus en ook dat hij vandaag de dag nog steeds hetzelfde is. En wonderen en tekenen doet. Ja, dat was gewoon heel mooi. En toen had ik ook nog last van mijn hoofd en daar heb je ook nog van gebeden. En het is dan ook echt weggegaan. Dus het was echt heel, heel mooi om ook met hun op straat te gaan en echt gewoon het geloof te zien wat kinderen kunnen hebben. En ja, echt heel mooi. Jezus heeft er echt mooi doorheen gewerkt. Die had heel veel pijn in haar enkels. Oh ja, daar heb jij nog veel gebeden. Oh ja. En dan, als ze opstaat, zeg maar, loopt ze echt heel mank en zo. Maar toen ik een paar keer had gebeden, liep ze gewoon heel normaal. Pijn was weg. Eerst liep ze echt een beetje zo. En toen opeens liep ze gewoon zo. Klopt. Zijn er nog meer mensen? Are there more people that want to share something?